hebben wel het een en ander natuurlijk aan moeten passen. Dit hebben we volgens het protocol wat opgesteld is door het RIVM. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we een bepaalde routing hebben gemaakt. De routing is anders dan normaal. In de oude situatie kom je elkaar tegen. En in de nieuwe routing hebben we eigenlijk gezorgd dat de mensen achter elkaar aanlopen. Zodat de mensen niet langs elkaar heen gaan. Daarnaast hebben we wat extra kleedruimte gerealiseerd. Straks zullen we even naar binnen gaan en een rondje maken. En dan zal ik u het een en ander laten zien. We hebben een desinfectiestation aangeschaft. We hebben desinfectiedoekjes. Nou, als we een rondje lopen, dan zal ik u dat allemaal uitleggen. We hebben op de grond wat strepen staan en wat pijlen. Herkent u misschien al wel van de supermarkt, maar dat geeft eigenlijk de routing aan. Als we hier verder lopen. We hebben hier speciaal een desinfectiestation. De procedure is eigenlijk als volgt. Je komt eraan lopen. Pompt een keer. Volgens de richtlijnen doe je dat 20 seconden. Je handen desinfectie. Dan pak je een doekje. Veeg je handen af. En die gooi je erin. Bij binnenkomst, vanuitgaande dat u komt vrijzwemmen, dan hebben we hier een scherm opgehangen. Dit is ook voor de veiligheid van onze medewerkers. U kunt daar pinnen. Uiteraard stimuleren we dat om dat zoveel mogelijk met plastic te doen, met de kaart. We hebben 10 barenkaarten. Stel dat u niet komt vrijzwemmen, maar u komt bijvoorbeeld voor de zwemles of voor een verhuurder. Dan volgt hier de pijlen. We staan nu in het horeca gedeelte. Dit hebben we nu omgevormd tot kleedruimtes. We hebben overal wat stoelen staan. We hebben hier 5 kleedhokjes gemaakt, zodat mensen ook nog het enige wat privacy hebben. Het is eigenlijk een voorschrift dat de mensen in zwemkleding naar het zwembad komen. Dus het enige wat ze doen is in het kleedhokje of op een stoel de kleren uitdoen, zwemkleding aan. Nou, daarnaast hebben we er en der weer wat borden staan. Overal hebben we aanwijzingen staan. Ben je klaar met omkleden, volg je uiteraard weer de pijlen. En dan kom je in het bad, wedstrijdbad, recreatiebad. Je loopt dan om en je komt uiteindelijk hier bij de duikplank. Nou, je kunt of bij het startblok of hier rechts bij het trappetje. Uiteraard naar keuze ga je te water. Dan zwem je de baan naar de overkant. En aan de overkant ga je onder de lijn door. Dan zwem je weer terug. En aan deze kant doen we hetzelfde. Dat kunnen we 5 keer doen, dan uiteindelijk stop je helemaal links in de hoek, klimt je er daar weer uit, volg je weer de routing, weer linksom, kom je hier weer uit en dat kun je herhalen. Dat is een methode waar wij voor hebben gekozen. Deze methode hebben we gekopieerd van de zwemvierdaagse. Mocht blijken dat deze methode niet werkt, dan kiezen wij uiteraard voor een andere methode. We zullen ook dat evalueren. En we zullen ook gaan ervaren wat de klanten ervan vinden. Tot nu toe is het nog geen enkel probleem. En mochten we onder de 5 bezoekers zitten, dan hoeven we natuurlijk niet te rouleren, maar dan heeft elke bezoeker een baan. En daarvoor hebben wij de openingstijden ook wat verruimd. We hebben normaal gesproken schoolzwemmen op de maandag, dinsdag en donderdag. Nou, we hebben besloten om dat even stop te zetten, ook omdat veel scholen op dit moment wat andere prioriteiten hebben. En wij hebben dit aangegrepen om op maandag, dinsdag en donderdag de banen zwemmen te verruimen en een beetje de avond te ontlasten. Maar dat baanzwemmen, je kunt dan zelf bepalen hoeveel baantjes je wilt zwemmen? Ja, we hebben geen maximale zwemduur. Alleen we hebben in het weekend gezegd, omdat we wat langer open zijn en de wc's in principe ook dicht zijn, dat je maximaal 1,5 uur in het pand mag zijn. Door de week dan bieden we vaak 1,5 uur zwemmen aan, geldt die regel niet. We staan hier bij het recreatiebad. Eigenlijk is dat hetzelfde als het wedstrijdbad. Je ziet hier de puilen staan, je staat aan waar je het water kunt, staat bij waar je uitgaat. In het recreatiebad is het wel zo dat we dat niet kunnen afschermen. Dan krijgen we allemaal vakken, dat is eigenlijk niet te doen. Wij bepalen als zwembad hoeveel mensen daarin kunnen. En we hebben daar wel een onderscheid in gemaakt. In jeugd onder de 12, zoals de voorschriften zijn, en volwassenen. Op de zaterdagmiddag en zondagmiddag vanaf 12 uur is er alleen maar jeugd. Dan zal de glijbaan uiteraard ook aangaan en dan kan de jeugd zich ervoor maken. Daarbuiten mogen volwassenen in het bad. En wij gaan kijken wat
veilige situatie voor de mensen oplevert. Dus je kunt natuurlijk nagaan dat we hier nou geen 40 volwassenen in laten. Maar op dit moment 10, 15 mensen die zelfstandig ook die 1,50 meter aanhouden, dat moet wel lukken. Daarnaast zijn wij een zwembad met veel oudere mensen, mensen op leeftijd. Ja, wij ontkomen er helaas ook niet aan dat sommige mensen ons zijn ontvallen. We hebben hier veel doelgroepen. We hebben op woensdag veel wat oudere mensen. We hebben op de vrijdag wat oudere mensen. Ja, dat is heel sneu en dat is ook zeer spijtig. Maar het is nou eenmaal zo. Verder kan ik nog even vertellen dat wij natuurlijk wat extra kosten moeten maken in het coronaverhaal. Ja, hoeveel dat precies gaat worden weten we nog niet. Maar je kunt natuurlijk denken aan de aanschaf van materiaal voor de hokjes. Wij hebben natuurlijk desinfectie. We hebben het personeel wat niet productief kan zijn. Dus, ja, het gaat ons wel wat geld kosten. Hoeveel dat uiteindelijk zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. We hopen natuurlijk niet te veel. Dan kunnen we straks nog even doorlopen om de routing te zien. Maar als we wat bijdraaien, dan zien wij een mooie muurschildering. Daar zijn wij bijzonder trots op. Helaas is vorige week René Quinquet overleden. Bijzonder spijtig. René heeft twee keer een muurschildering voor het zwembad gemaakt. Deze staat er net 2 jaar op. En daarvoor heeft hij 30 jaar geleden ook een muurschildering gemaakt. We zijn er bijzonder blij mee en ook bijzonder trots op dat René dat op vrijwillige basis voor het Berghuizenbad heeft mogen doen. En we krijgen daar ook veel positieve reacties op van onze klanten. We staan hier bij de tekening van René. De eerste tekening heeft René in 1987 in 5 dagen erop gezet. Het was eigenlijk een landschap van een strand met wat parasolletjes en de zee. En, op zich hartstikke mooi. Alleen René heeft zelf aangeboden om in 2016 deze tekening op vrijwillige basis opnieuw te schilderen. En dan hier rechts van mij ziet u eigenlijk het eindresultaat. Het is een zeebodem, een piratenschip wat gezonken is. Die details zie je overal weer terug. Met wat vissen. Het plafond wat we er helemaal apart voor in hebben gemaakt, zit hier nog wat vissen en wat duikers. En zoals ik al zei, wij zijn hier bijzonder blij mee. We staan hier in onze doucheruimte. Volgens de voorschriften mogen de douches niet gebruikt worden. Dus we hebben, zoals u kunt zien, alle douches afgeplakt. En datzelfde geldt eigenlijk voor de wc's die erachter zitten. Maar betekent dat men zich na afloop niet kan douchen? Dat klopt. De mensen moeten in zwemkleding naar het zwembad komen, omkleden, zwemmen, tas weer pakken, aankleden en het pand verlaten. En douchen hoort daar op dit moment niet bij. Dus na afloop kan misschien hier niet douchen, maar hoe zit het dan bij de bezoekers die dan, voordat ze het bad ingaan, is het over het algemeen gebruikelijk om dan van tevoren even te gaan douchen. Betekent dat deze mensen zich niet eerst kunnen gaan douchen voordat ze het bad ingaan? Dat is correct. Kijk, de normale procedure is eigenlijk van je koopt een kaartje, je kleedt je om, je douche, je gaat zwemmen. Als je eruit gaat, douche je weer en ga naar huis. Nu wordt voorgeschreven, voordat je gaat zwemmen, thuis te douchen. Thuis goed je handen te wassen, dan kom je naar het zwembad. Ja, kun je dus niet douchen, je kunt alleen zwemmen. En als je naar huis gaat, kun je ook niet douchen. En wat precies daar de reden achter is, weten wij eigenlijk zelf ook niet, maar wij houden ons in dit geval netjes aan de voorschriften. Ik zie hier een hoop desinfectiemiddelen staan. Dus dat betekent na het douchen, of tenminste, je kunt je dus niet douchen, maar je kunt je wel desinfecteren. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk 3 rijen kneedhokjes. We hebben de middelste rij op slot gedaan. We hebben zo een routing gemaakt. Je gaat er hierin, je komt aan de andere kant uit. En je gaat weer met de stroom mee. Er liggen wat doekjes om het hokje te desinfecteren. Deze hokjes worden dus alleen gebruikt op het moment dat de mensen zich gaan aankleden. Dus omkleden doen we dus waar we in de horeca gedeelte. En gaan de mensen eruit, is het hier weer aankleden. En dan is het eigenlijk einde verhaal, de routing volgen naar buiten. En klaar.